Je kent het vast, voor het eerst vliegen kan ontzettend spannend zijn. Je doet eerst een uurtje en daarna doe je een keer een vliegreis van drie uur. En daarna zit je acht uur in het vliegtuig en daarna twaalf uur, weet ik veel. Het kan heel spannend zijn, zeker in slecht weer. En al helemaal als je bijvoorbeeld je camera spullen meeneemt voor bijvoorbeeld een zakelijke trip of voor nou, gewoon een vakantiebestemming waarbij je graag wil uitpakken met jouw camera gear. Kijk onder andere naar mijn vorige video, waarin ik eigenlijk compleet uitlegde waarom ik het reten spannend vond om met mijn eigen apparatuur ja de landsgrenzen, de douane uh, en vooral de kou in te gaan naar bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten, waarvan ik nu net een aantal dagen terug ben. Maar ik heb in ieder geval een aantal leerzame tips voor jou om ja niet in dezelfde valkuilen te stappen als dat ik heb gedaan. Hoi, tof dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Roman de Ridder. Dit is het YouTube kanaal Romedia Films, waarbij je meer kunt leren over fotografie, videografie en het ondernemerschap. Ik ben net terug uit de Verenigde Staten en Canada. We zijn naar New York, uh, San Francisco en Montreal geweest uh, voor een zakelijke klus, wat was echt heel erg tof. En daar heb ik het een en ander aan ervaring mee gekregen. Zeker omtrent, de vliegreis. Want er zijn een aantal regels waar je echt wel goed moet naar kijken als je zelf bijvoorbeeld ook verplan plan bent te gaan vliegen met jouw camera spullen. Het eerste punt waar je over moet nadenken is het ATA-karnet. Het ATA-karnet is eigenlijk een soort van paspoort voor jouw camera-apparatuur, wat ervoor zorgt dat je geen invoerrechten hoeft te betalen over uh, ja, de spullen die je meeneemt naar een ander land. Het Atacarnet, die kan je aanvragen bij de Kamerverkoophandel en daar betaal je grofweg 200, 250 euro voor volgens mij. Um, dus dat is een hoop geld. Ik heb een beetje informatie gewonnen bij andere mensen die veel reizen, die veel zakelijke reizen doen. En die zeiden eigenlijk allemaal tegen mij, ja, zo'n Atacarnet, dat kan je natuurlijk wel gewoon aanvragen. Maar vaak is het eigenlijk helemaal niet nodig of word je er eigenlijk helemaal niet op aangesproken. Maar het ligt er een beetje aan met wat voor apparatuur je bij hebt. En eigenlijk de vuistregel die ik nu een beetje heb geleerd. en eigenlijk van alle kennis en informatie die ik dus bij andere mensen heb kunnen vergaren. komt het erop neer dat op het moment dat jouw camera spullen eigenlijk bij elkaar in een handbagagetas passen. Um, nou, dan zit je eigenlijk vaak wel goed. Want dan wordt het voornamelijk gezien als een beetje hobbymatig gebruik. En ja, die douane die keek mij aan en die zag dat ik een, een body had en een paar lenzen. en ik had net zo goed gewoon een recreatief fotograaf kunnen zijn. of iets in die trant die gewoon toevallig net een duurdere lens gebruikt. Er um, werd eigenlijk helemaal niet moeilijk over gedaan. Maar je kan je voorstellen, als je echt heel veel dure equipment mee hebt, dat zo'n ATA-karnet echt wel de moeite waard is om even kort in te verdiepen. Nou, een beetje in het verlengde van die ATA-karnet is het volgende punt. En dat is namelijk dat je als je twijfelt over apparatuur, dat jij door de douane meeneemt naar een ander land waarvan je bang bent dat je erop wordt aangesproken, dat je misschien door gaat verkopen, of dat je uh, vragen krijgt over. Um, heb je dit gekocht in het land of is het van jezelf? Weet je, al die onduidelijkheden, dan heb ik een hele dikke pro-tip voor je. En dat is namelijk het uitprinten van je officiële facturen van de apparatuur die je meeneemt. Nou, ik heb dat dus ook gedaan. Ik heb eigenlijk gewoon een, een mapje meegenomen met allerlei hardcopy dingen. Um, nou, wij reizen ook vol in de coronaperiode, dus hier zitten bijvoorbeeld ook mijn QR-codes in, uitgeprint voor het geval dat je telefoon uh, ja, geen batterij meer heeft, geen juice. Nou, helemaal achterin hier in het boekje heb ik dus eigenlijk een aantal facturen van de belangrijkste en de duurste apparatuur die ik dus mee had. Dus uh, van Transcontinental, van Camera Nu. Um, dus de plekken eigenlijk waar ik dus onder andere mijn lens en mijn camerabody heb gekocht. Ik heb lang niet van alles, ik heb niet van elke accu een eigen factuur meegenomen of uitgeprint, maar eigenlijk van de duurdere dingen. Dus um, ja, eigenlijk als boven de, laten we zeggen 500 euro, daar heb ik dus een factuur hardcopy van meegenomen. En dat heeft dus eigenlijk puur als doel dat op het moment dat je bij de douane of ergens anders de vraag krijgt over of die apparatuur dus inderdaad voor jou is, of dat je het misschien hebt uh, gekocht in dat land, of dat je het wil importeren terug naar Nederland, of allemaal dat soort gedoe. Dan kan je hiermee aantonen dat jij gewoon de eigenaar bent van die apparatuur, en dan hebben ze eigenlijk uh, niks meer tegen je te zeggen. Nou, een van de meest gestelde vragen die ik heb gekregen van jullie omtrent het reizen met eigen apparatuur, dat ging eigenlijk over batterijen en accu's. En dat is ook helemaal niet gek, want met batterijen en accu's kan er best wel een hoop fout gaan. Zo mag je bijvoorbeeld maar 15 verschillende soorten batterijen in je handbagage meenemen. Moet je überhaupt al je batterijen en accu's in je handbagage doen en mag het dus niet in je ruimbagage. En moet je dus ook opletten dat een accu niet meer dan 100 wattuur vermogen mag hebben. Nou, zo had ik een aantal eigen uh, batterijen mee voor onder andere mijn camera, maar had ik bijvoorbeeld ook deze Nano 2 mee van FX Lion? Dit is een accu die heb ik al vaker behandeld ook in mijn uh, hoe bouw je eigen camera rig video. Op die heb ik uh, daar eventjes gelinkt. Uh, en dit is een accu die eigenlijk precies onder de marge valt van het uh, mee kunnen vliegen, omdat deze accu. 98 wattuur is, dus deze is eigenlijk speciaal gemaakt om gewoon in je handbagage mee te kunnen nemen en daarmee heb je eigenlijk het maximale uh, van wat mee mag zeg maar, heb je gewoon mee in je tas. Daarnaast is deze accu ook nog eens echt een knettergoeie powerbank, want ik heb echt mijn telefoon hier volgens mij wel vier, vijf, zes keer mee op kunnen laden zonder dat hij überhaupt leeg was. En hij is heel erg makkelijk op te laden via USB-C, dus je hebt er helemaal geen speciale docking voor nodig. Dus wat dat betreft, deze accu was echt een hele dikke tip. Daarnaast had ik nog een aantal andere uh, normale accu's mee, um, en dat waren deze. En deze zitten nog precies in hun verpakking, eigenlijk zoals ik ze dus zelf ook heb meegenomen. Want eigenlijk raden al die luchtvaartmaatschappijen aan, raden om de accu's eigenlijk uh, apart te verpakken in je handbagage. En ze dus, dus ook eigenlijk af te plakken met uh, niet-geleidende tape. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb uh, alle accu'tjes of alle connectortjes heb ik eigenlijk afgeplakt met niet-geleidende tape. Die vervolgens in een apart zakje gedaan. Uh, daarom bewaar ik dit soort zakjes ook eigenlijk altijd als ik... Uh, dus iets gekocht heb. Dat is echt een hele goede boonstip. <laughs> um, waardoor ik dus eigenlijk heel veel van dit, zakje, dit soort zakjes heb. Um, zodat ik die eigenlijk gewoon altijd hierin kan doen. Ik heb zes vluchten gehad in 10 dagen. En niemand heeft mij hierop aangesproken. Dus eigenlijk um, nou, gaf dit aan dat het gewoon een, een goede manier is om je accu's mee te nemen en te verpakken. Nou, dan nog een bijkomend ding voor de accu's. nog een extra bonus tip, is de lipo bag. en de lipo bag is eigenlijk een soort van uh, nou, tasje. en hierin kan je dus eigenlijk ook al die accu's in uh, stoppen. gewoon zo op deze manier. en de lipo bag is een soort van brandvertragend tasje. Op het moment dat jij bij de douane komt en ze vragen wat zit erin, dan zeg je gewoon hier zitten mijn accu's in en dit is een brandvertragend tasje en iedereen bij de douane die weet precies wat dit ding doet. Als je hiermee aankomt, weten ze eigenlijk al gelijk, hey, die jongen of die vrouw die heeft er dus over nagedacht en die heeft dus een eigen lipo safe bag meegenomen. Deze kost een paar euro bij de camerawinkels, als je erover twijfelt, zeker doen. Nou, ik had het er net al over, je accu's die moeten in je handbagage. Dus in de tas die je dus meeneemt in het vliegtuig. Um, natuurlijk neem je je ruimbagage ook mee, maar dat is bagage dat je moet inchecken. En dat gaat dus naar het ruim toe. En... Eigenlijk is het de grote tip om geen enkel stukje apparatuur in je ruimbagage te doen, maar in je handbagage. En dat heeft als reden dat je handbagage dat je die altijd bij je hebt, dus je weet zeker dat er niks met die apparatuur kan gebeuren, um, omdat je daar zelf controle over hebt. Je ruimbagage dat wil echt nog wel eens dus heel erg hard mee gegooid worden. Uh, en als je daar nou bijvoorbeeld net uh, je camera of een uh, duurdere lens in hebt zitten. Ja, dan moet hij wel heel goed verpakt zijn. Want anders dan kan hij echt wel stootschade uh, krijgen. Um, en dat wil je absoluut niet. Want dan kom je aan op je bestemming en is je glas kapot. Maar let wel dat je handbagage eigenlijk ook maar. Een beetje afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. Maar over het algemeen mag hij niet zwaarder zijn dan rond de 8 kilo. Dus weeg ook altijd je tas even. Voor het moment dat je vertrekt. Nou, dan tenslotte de allerlaatste tip. En dat is ook gelijk een hele goede. Want dit is voor mij ook een. Heel duidelijk leermoment geweest. Ik kwam namelijk aan op Schiphol uh, op de terugreis uh, van New York. En uh, we hadden er een acht uur reis op zitten. Je zit te wachten op je ruim bagage totdat die dus via de band uh, ja, eigenlijk uh, teruggegeven wordt aan de passagiers. Uh, maar die band die ging maar niet aan en het ruimbagage kwam maar niet. En dat kwam dankzij de Storm Corrie, misschien wel bekend. En Storm Corrie die zorgde ervoor dat de medewerkers van het vliegtuig dus niet bij uh, het ruim konden komen. Omdat dat te gevaarlijk was op het platform van waar dat vliegtuig stond. Wij kregen te horen dat we dus ons ruimbagage niet mee konden nemen. Ze konden er niet bij en we moesten dus eigenlijk uh, ja, wachten op ons ruimbagage omdat dat dus zou worden opgestuurd naar een adres naar keuze. Nu mis ik dus letterlijk mijn ruim bagage. Die staat nog steeds op Schiphol. En ik heb geen idee. Ik weet niks over de planning. Ik weet niet wanneer ik mijn koffer terugkrijg. En dus weet ik ook niet wanneer ik dus mijn monitor terugkrijg. Mijn audio recorders. Dus ik heb mogen weer een shoot staan. Dus ik heb nu weer wat moeten huren. Um, wat allemaal geen probleem is. Dat kan allemaal. Uh, maar het is gewoon onnodig veel gedoe en gezeik. Hoe had ik dit beter kunnen oplossen? Nou, niet echt, want op zich uh, ligt het een beetje buiten je macht. Maar het gaat mij meer om dat je realiseert dat dit soort dingen altijd kunnen gebeuren. En dat je dus goed moet opletten met wat je dus in je ruim bagage uh, stopt. En of je dat soort spullen dus echt nog wel nodig gaat hebben. Mijn adres die staat er heel goed op. Die kan je heel goed op dat lipje zetten. Nooit vergeten om te doen om je adres er goed op te zetten, want dan weet je eigenlijk bijna zeker dat ze het wel naar het goede adres toesturen. Nou, dit waren ze mijn tips over waar je rekening mee uh, kan houden op het moment dat je dus gaat vliegen met jouw cameraapparatuur. Heb jij zelf nog tips die je wilt laten weten, uh, die ik dus niet in deze video heb genoemd? Laat het even hieronder even weten in de reacties. Er uh, kunnen andere mensen die deze video kijken ook weer van leren. En misschien staat er nog iets tussen waar ik zelf ook nog wat aan heb. Dus uh, dat zou leuk zijn. Voor je dit een toffe video, gooi even een hele dikke like -duim omhoog. En uh, vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik voor nu, dank voor het kijken. En ik zie je heel graag weer bij de volgende video. Doe.